De commissie die het vorig jaar is geïnstalleerd om de wet rij- en voertuigenbelasting onder de loep te nemen, is nog bezig daarmee. De werkgroep moest na 3 maanden een evaluatierapport presenteren. Deze periode is 13 januari verstreken. Voor minister Armand Gaybersing van Financiën en Planning is dit echter geen issue. We moeten onszelf niet zo pinnen aan tijd. Als er meer tijd nodig is om iets goed te doen, dan moeten we die tijd nemen. Ik zou voor mijn beurt praten, de commissie moet een advies uitbrengen, toch? Dus we wachten rustig op het advies van de commissie. En dat was dus minister Armand de Gaybersing van Financiën en Planning vanmorgen voor de ministerraadsvergadering. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gaf een update over de ontwikkelingen bij luchthavenbeheer. De actie is opgeschort, nogmaals opgeschort. Tussen nu en zondag zijn zowel de directie als de bond komen bij elkaar om het vervolgtraject ook te bespreken. Ik heb meegegeven. En dat ook zeker naar de samenleving toe, dat tegenstrijdige belangen heel hoog gehouden dienen te worden. Het mag niet meer zo zijn dat de bond op de stoel van de directie gaat zitten of omgekeerd. Anders op die manier lossen we geen problemen op. Maar we moeten ook niet uit het oog verliezen dat de sector een zware klap te verwerken heeft. Overal in de wereld waar moet de luchtvaartsector op dit moment dealen met inkrimpen. Snijden in kosten. En Suriname, we zijn niet een buitenbeentje. Het gaat ons wellicht, als wij niet met de nodige zorg hiermee omgaan, zal dat ook ter sprake moeten komen. Maar nogmaals in goed overleg tussen de bond en de directie. Aldus minister Albert Jubitana vanmorgen voor aanvang van de ministerraadsvergadering.